Nou, welkom allemaal, goedemiddag. Ook voor de mensen die dit kijken via Facebook of eventueel terug gaan kijken, welkom. Vandaag wil ik het graag hebben over verdeeldheid in de kerk. Ik denk dat dit een onderwerp is wat vele christenen die naar de kerk gaan bekend zullen voorkomen. Maar ik zal het alsnog even benoemen, bij wijze van de katholieke kerk die bijvoorbeeld niet eens is met de protestantse kerk en andersom. Dit geldt natuurlijk ook voor andere kerkstromen, zoals het evangelisme of noem het maar. Maar ook binnenin de kerken, binnenin dezelfde stromingen, dat het toch oneenigheid is, geruzie is tussen kerken onderling, die afgunst hebben tegen elkaar en misschien zelfs wel jaloezie hebben. Nou, dat zijn natuurlijk niet dingen die wij als christenen geacht worden om te doen. Om sowieso al naar elkaar te kijken en elkaar op, we mogen elkaar best in liefde vermanen. Maar we hoeven elkaar niet te zeggen van, oh, je doet dit niet goed. Sterker nog, in God zijn woord staat een stuk over van, corrigeer niet anderen, maar eerst de plank uit je eigen oog voordat u anderen terecht gaat wijzen. Maar nu vragen jullie misschien af van, waarom zouden we het daar nu over moeten hebben? Je zou misschien zeggen van, Gabriel, dit is er dan misschien wel meer dan 100 jaar al zo, dat er verdeeldheid is binnen in de kerk. En ja, dat klopt. Alleen, het blijft een lastig onderwerp, maar ik ga het er niet zomaar over hebben. Ik vraag me af hoeveel mensen dit weten, maar in de Bijbel, in Efesiërs, hoofdstuk 5, vers 29 tot en met 30, staat er geschreven. Geen mens haat zijn eigen lichaam, maar verzorgt het en voedt het. Zoals ook Christus zorgt voor de gemeente, zijn lichaam, waar wij deel van uitmaken. Dus je hoort het goed, van wij als gemeente, als kerken, zijn het lichaam van Christus. Dus niet alleen het katholicisme, of het protestantse, of het evangelisme, of welke stroming dan ook. Wij allemaal maken deel uit van het lichaam van Jezus Christus. Wij zijn één lichaam. En Jezus is het hoofd van ons. Alleen is er verdeeldheid binnen de kerk. En dat zorgt voor verdeeldheid van het lichaam. Dat het lichaam niet goed kan functioneren door de verdeeldheid binnen het eigen lichaam. Kijk naar jezelf. Ik noem een wijze van Dorothea. Dorothea voelt zich niet lekker. Heeft misschien iets verkeerds gegeten. Misschien is het vanuit de maag of wat het dan ook is. Maar vervolgens voel je wel heel naar. Krijg je misschien ook hoofdpijn. Moet je misschien overgeven. Zo geldt het natuurlijk ook voor het lichaam van Christus. Als de voet van het lichaam van Christus en wie dat dan ook maar mag zijn van welke kerk pijn heeft, dan zorgt het ervoor dat we als kerk zijnde, of als gemeente zijnde, niet goed kunnen lopen. Sterker nog, er staat in Efesiërs hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 6, staat er zelfs een oproep aan christenen en kerken om elkaar te verdragen en eenheid te blijven bewaren. Ik zal het even voorlezen. Ik zit gevangen omdat ik de Heere dien en vraag u dringend te leven zoals het past bij mensen die door de Heere geroepen zijn. Ik voeg hier zelf nog even een stukje aan toe. Iedereen die dit hoort, wij zijn allemaal geroepen. Dus met geroepen in deze tekst wordt niet alleen de mensen genoemd die al christen zijn, maar iedereen, ook de mensen die online kijken, die misschien zelf nog niet christen zijn, van iedereen is geroepen. Dus dit geldt ook voor jullie. Wees nederig en vriendelijk. Heb geduld met elkaar en verdraag elkaar vol liefde. Doe uw uiterste best de eenheid te bewaren die de Heilige Geest onder u tot stand heeft gebracht. Door in vrede met elkaar te leven. We horen immers allemaal bij hetzelfde lichaam. We hebben dezelfde geest. We verwachten dezelfde heerlijke toekomst omdat God ons heeft geroepen. Er is maar één Heer, één geloof en één doop. En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader, die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Dus dit geldt dus van wat ik net eerder ook zei, wij zijn het lichaam van God, wij allemaal. En God vraagt ons als christenen om elkaar te verdragen, om eenheid te houden binnen in zijn lichaam. En de reden waarom dat ik het hier graag over wil hebben is omdat God dit
specifiek aan mij vroeg om het hiermee over jullie, om het hierover te hebben met jullie. Maar ook omdat het belangrijk is vanwege de tijd waarin we nu hedendaags leven. Namelijk de eindtijd. Er zijn vele tekenen dat het moment is waarin we op dit moment leven. En dat betekent dat de wederkomst van Christus nabij is. Dit staat er geschreven hoe wij christenen het kunnen herkennen. Dit was een antwoord van Jezus zelf op een vraag van zijn discipelen in Matteüs 24 vers 3 tot en met 13. Wanneer zal dat gebeuren? Vroegen de leerlingen later, toen hij met hun op de helling van de Olijfberg zat. Waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt? Laat je door niemand iets wijs maken, antwoordde Jezus, want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Wanneer jullie allerlei berichten over oorlogen horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde daar is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden zijn en aardbevingen. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij mij horen. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan mij vasthoudt, zal gered worden. Het goede nieuws over het koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen. En dan zal het einde komen. Dit heeft Jezus dus zelf gesproken tegen zijn discipelen. En de dingen die ik hier net van op heb genoemd, zouden denk ik door velen wel herkend worden dat dat lijkt op de tijd waar wij nu in leven. Kijk bijvoorbeeld naar de oorlog die wij nu in Oekraïne hebben. Dat is degene die in Europa nu speelt. Maar er zijn heel veel spanningen, heel veel rumoeren over oorlogen. Ook tussen Rusland en het Westen, of China, die met het Westen. En het is onrustig in Afrika. Dit zijn allemaal voortekenen. En zoals hier ook gezegd werd, is dat natuurlijk, noemde Jezus ook nog van, het wijst er niet op per se dat het einde er al is. Maar er zijn nu gewoon een stuk meer spanningen. Als je ook kijkt naar de hongersnoden. Je kan zeggen van hongersnoden zijn er altijd geweest. Maar zeker nu in Oekraïne, die veel graan verhandelt. Wij in het Westen hebben er persoonlijk niet heel veel last van. Maar de mensen in Afrika wel. Want heel veel graan van Oekraïne wordt overgeplaatst naar Afrika. Dus wij krijgen er persoonlijk niet zoveel mee. Wij kunnen nog steeds om te eten hebben. Maar dat betekent niet dat er ergens anders over de wereld mensen hier niet last van hebben. Daarnaast zijn er ook aardbevingen. Ik weet niet of jullie mensen het nog herinneren, maar in Turkije zijn de afgelopen tijd zijn er hele heftige aardbevingen geweest. Dit zijn allemaal voortekenen van dingen wat de eindtijd aan het inleiden is. En ik hoop dat jullie dit ook zo kunnen zien. Maar nu weer terug naar de kerk. Wat vele christenen namelijk niet weten is dat de kerk in oorlog is. Op dit moment en eigenlijk al jaren geleden. Er is natuurlijk altijd strijd geweest. Maar tegenwoordig is de strijd nog veel heviger geworden, omdat de duivel weet dat zijn tijd gelimiteerd is. En hij openlijk naar buiten treedt. Hij probeert zich niet eens meer te verstoppen. Sterker nog, een aantal maanden geleden was er een satanistische bijeenkomst in Amerika. Een van de allergrootste die er maar konden zijn. Maar misschien vraag je, met wie en waar heeft de kerk oorlog mee dan? Dit staat goed beschreven in de Bijbel. En ik wil jullie vragen vanuit dit principe te denken wanneer ik straks het volgende vertel. Deze strijd staat benoemd in Efeziërs 6 vers 12. En die gaat als volgt. Want wij hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Dit zijn de machten waarin wij als kerk oorlog tegen voeren. Niet tegen onze buurman of buurvrouw van vlees en bloed,
Ook al zeggen zij, hij of zij dingen over ons, vervloeken zij ons. Maar tegen de overheden, tegen de machten, de wereldheersers. Of boze geesten der duisternis. Zoals onze overheid hier in Nederland. En voor vele mensen zal het misschien onverwachts komen. Maar het is toch echt benoemd zo in de Bijbel dat wij tegen overheden strijden. En dat ga je ook terugzien op de dingen die ik zo meteen ga benoemen. Maar ook de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisaties. Dit zijn allemaal wereldorganisaties, wat letterlijk in de Bijbel benoemd wordt, die bepalen hoe wij hier op aarde moeten leven. Nou zeg ik niet dat we in rebellie moeten komen, maar we moeten er wel bewust van zijn. Ik zeg ook niet dat we fysiek iets moeten doen, maar wij christenen zijn geestelijk in staat om hier wat tegen te kunnen doen. Amen. Al deze instanties, los van deze boze geesten of demonen, voeren oorlog tegen ons, christenen. De mensen die zich zo tegen ons opstellen, leven vanuit duisternis en niet vanuit het licht van God. Maar nu vraag je misschien af, hoe zien we dat dan terug dan dat we in oorlog zijn en waarom we dat aan het voeren zijn? Nou, als je op het nieuws leest, lees je bijvoorbeeld dat de kerken enorm aan het leegstromen zijn op dit moment. Met vooral de jeugd komt niet meer terug. En als je het nieuws mag geloven, is dat wel heel erg als dit klopt dat de jeugd niet meer naar de kerk komt. Want dat betekent een afname van christenen op aarde. En dit bedreigt de toekomst van de kerk. En de toekomst van het leven op zich. Want dat betekent dat er minder christenen zijn die het woord van God kunnen verkondigen. Die hun kinderen verder kunnen opvoeden. En de toekomst, de kinderen zijn de toekomst. Van uiteindelijk, de oudere generatie zal uiteindelijk te komen overlijden. Dat is een gegeven dat wij weten. En de jeugd is de nieuwe generaties. Daarnaast wordt er minachtig gepraat over het geloof en gedaan, zowel op straat als op social media of via het nieuws. We worden belachelijk gemaakt door, ik noem maar wat, de LHBTI-gemeenschap en zijn voorstanders. Hoe worden wij christenen dan belachelijk gemaakt, zou je misschien willen afvragen. Omdat zij de regenboogvlag gebruiken, die wij allemaal als christenen als belofte van God hebben gekregen. De belofte dat God nooit meer mensen met water zou uitroeien voor onze zondige activiteiten. En deze groep mensen gebruiken dit verbond van God door middel van een vlag om de spot te drijven met onze God. Deze zondige mensen die hun zonde vieren met de belofte van God en dit pride, oftewel trots noemen. En de media die onze jeugd, de kinderen van God, aan het misleiden is om hieraan mee te gaan. Er zijn zelfs christenen die dit meevieren, zoals Pride Month. Of het goed vinden dat de kerk, dat het in de kerk komt. Maar het is een gruwel in Gods ogen. En dit is wat God erover zegt in zijn woord. En er zijn meerdere. In Spreuken, hoofdstuk 17, vers 15. De Heere verafschuwt wie de goddeloze rechtvaardigt. En ook wie de rechtvaardige schuldig verklaart. Dit is helaas tegenwoordig de tijd waarin wij hedendaags leven als christenen. De mensen die hier die vanuit God, zoals ik nu op dit moment doe, dit benoem, zal door vele mensen online afgekraakt worden. Zal worden gezegd, ik zal schuldig verklaard worden door de uitspraken die ik nu doe. En God zegt ook dat het iets is in de eindtijd, dat mensen wat goed is slecht zullen noemen en wat slecht is goed zullen noemen. En de Heere verafschuwt dit. In Spreuken vers 16, vers 18 staat een stuk: trots komt voor de ondergang en hoogmoed voor de val. Trots is een ander woord voor pride. Ook dit is hedendaags erg aanwezig bij de mensen van de dag van vandaag. Ik kan alles, ik heb God niet nodig, is een ding wat je misschien zou kunnen horen van iemand die niet christelijk is. Als ik goed doe, dan kom ik toch wel in de hemel. En wie is God om te zeggen hoe ik moet leven? En dan als laatste Pride Month, wat een feestmaand is over de gehele wereld, waarin de LHBTI-gemeenschap hun trots viert over hun zondige natuur, met het gebruik van uiteraard de regenboogvlag.
In Deuteronomium staat specifiek een stuk, hoofdstuk 22, vers 5. Daar staat namelijk, een vrouw mag geen mannenkleren dragen en een man geen vrouwenkleren. Dat is iets afschuwelijks in de ogen van de Heere uw God. En dit spreekt dus openlijk over de LHBTI-mensen of de mensen die dit promoten en goed praten. Voor deze groep mensen die andermans kinderen tot zonde leiden, is dit hun woord van God, ook voor christenen, tenzij ze zich hiervan bekeren. Dit staat er geschreven in Matteüs hoofdstuk 18, vers 5 tot en met 6. Wie zo'n kind met open armen ontvangt, uit liefde voor mij, ontvangt mij. Maar als iemand, een van deze eenvoudigen, die in mij geloven op het slechte pad brengt, zou het beter voor hem zijn dat hij met een zware molensteen om zijn nek in zee werd gegooid. En wij zijn allemaal kinderen van God. Dus dit geldt niet alleen voor de kinderen die in God geloven. Maar voor de mensen die dit nu horen en misschien boos zijn hoe deze gemeenschap God belachelijk maakt, wil ik zeggen, maak je maar geen zorgen. God spreekt ook in zijn woord over de mensen die hem bespotten en hoe hij hiermee omgaat. Namelijk in Galaten hoofdstuk 6 vers 7 tot en met 8 staat geschreven, maak u zelf niets wijs, God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, zal hij ook oogsten. Wie naar de oude, menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft. Wat kunnen wij als christenen doen om deze oorlog aan te gaan? Wat we kunnen doen is om deze oorlog aan te gaan en gezamenlijk uit te spreken tegen dit gedachtegoed. En hierin niet in mee te gaan. Om onze kinderen, maar ook ouders en elkaar te blijven waarschuwen. Zo kunnen wij christenen, onze kinderen, de toekomst van onze kerk blijven waarborgen. Zoals ik eerder al zei, is dit een oproep aan de kerk om wakker te worden. De duivel heeft de kerk, gemeente, expres uit elkaar gedreven, zodat wij niet kunnen samenwerken. Met een ander om de kinderen, de nieuwe generatie, juist op te voeden en te redden door te geloven in Jezus Christus als onze verlosser. Want dat is de reden dat wij als christenen hier zijn gekomen. Om anderen die nog niet gered zijn, van het evangelie te brengen. Zodat mensen zich bekeren en gered worden. Dat is onze missie. Als kinderen van God. De duivel doet momenteel zo zijn best om de volgende en komende generaties kapot te maken. En wij als christenen zijn degenen die hier iets aan kunnen doen. Wij hebben de wapens om dit te kunnen bevechten. Niet door fysiek geweld, maar door geestelijk. Dit is de tijd dat wij nog mensen kunnen redden. En we weten niet hoe lang we nog hebben voordat Jezus weer terugkomt. Want de dingen die ik net benoemd heb, de strijd die in alle hevigheid is losgebarsten hier op aarde, staan allemaal beschreven in de Bijbel. En ook hoe wij onszelf hiervoor kunnen beschermen. Voor deze strijd die alleen maar heviger en zal worden voor ons christenen. Dit staat door de gehele Bijbel beschreven. Maar ook voornamelijk in openbaringen en de dingen die nog moeten gebeuren. Dus, mocht je je afvragen, wat gebeurt er allemaal en wat komt er allemaal nog aan? Dan zou ik jullie willen vragen en adviseren om openbaringen te lezen en of de filmpjes van te kijken op de website van Christ Channel. Want de tijd dringt voor de wederkomst van Jezus Christus, onze enige verlosser. Amen. Dank jullie wel. Dank je wel, Gabriel. Wat een prachtige overwaring. Ja.